Total Energies zal niet alleen inzetten op energieprojecten in Suriname, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de gezondheidszorg. Patrick Pouyanné, CEO van het bedrijf, sprak tijdens een exclusief interview over de noodzaak van investeringen in cruciale sectoren, zoals de moeder- en kindzorg in ziekenhuizen. Hij benadrukte dat het bedrijf hiermee zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het land wil nemen. One of the commitments we have to take, because it's part of the, we have identified the symbolic projects, which is not oil and gas, not directly linked to operations, but we will make contributions to two hospitals in order to build or to have a better mother and child health centers. De CEO van Total Energy zegt dat deze investeringen verder gaan dan alleen financiële steun. Het bedrijf wil actief betrokken zijn bij het verbeteren van de zorgkwaliteit door de aanstelling van een projectmanager die het hele proces zal begeleiden. Het doel is om moeders en kinderen een betere zorgervaring te bieden in de ziekenhuizen van Paramaribo. And we will do it now without waiting for future profits, you know. And there will be other ideas, I'm sure, because fundamentally in our company we want to be local where we are in the country, so to participate. We are citizens of your country who will become citizens. Today we are just foreigners coming with big money and investments. But at the end of the day, what I want, and I just visited my teams here, only 50 people for the time being, but we'll grow, of course, our own employees. I want them to participate, to be recognized as a source of, again, prosperity for everybody in the country. Pouyanné gaf aan dat Total Energies zich bewust is van de behoeften van de Surinaamse bevolking, vooral op het gebied van gezondheidszorg. Dit project is een van de vele manieren waarop het bedrijf hoopt een blijvende impact te maken. Naast de bijdrage aan de gezondheidssector blijft Total Energies ook nadenken over toekomstige initiatieven die het welzijn van de Surinaamse samenleving verder kunnen verbeteren.